John staat op 95, Wouter op 73. Dat betekent, Wouter, dat jij begint met deze vraag. Wat weet je over ondernemen? Niks. Stop. Je weet er niks over. Dan gaat de beurt naar John. Stop. Je stopt ook. Je weet er niks over ondernemen. Dat is vreemd. Maar dat brengt ons bij de volgende vraag. Wouter, opnieuw als eerste aan de beurt. Wat weet je over de vijver media? De vijver, hengelsport, eenden, zwanen, reigers, vissen. Vissen. Woestijnvis. Woestijnvis, zeer goed. 4 en 5. 4 en 5 is ook goed. Voor de mannen? Dat is niet. Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. 3 trefwoorden moet je vinden, John. De beurt is aan jou. De slimste mens. Dat is mooi gezegd, maar dat zoeken we niet. Telenet. Telenet, dat is wel goed. Nog 2 trefwoorden. Nieuw shareholder. Nieuwe aandeelhouder is ook goed. Nog 1 trefwoord moet je vinden. Oscar. Nee, niet Oscar. Is het gebeurd? Het is vast en zeker gebeurd, want de deal is rond. Telenet wordt de nieuwe mede-eigenaar van de Vijver Media. Oh! Congratulations. Proficiat. Thanks. Well done. Voilà, John Porter heeft het gehaald en zo kunnen wij volgend seizoen opnieuw op zoek naar een echte slimste mens ter wereld.